Goedemorgen. Erg leuk. We hebben hier een rondetafelgesprek. Aan mijn rechterzijde zitten Frank van Kreeuwenkaan van de Faculteit Geesteswetenschappen, Dirk van der Boom, Dekker van de Cursus van de UvA en Louis Schelling, voorzitter van het College van Bestuur. Dan hebben we dit gesprek alleen met hun voornaam aan. Ruud, Julia, Peter, Tessa, Tiervaar, Tivadar, de moeilijkste van de naam. En Noorie. Hoofdvertegenwoordiger van de Humanities Rally, een groep mensen die zich verontrust heeft uitgesproken en zich al meerdere malen tot zowel de faculteit als het college heeft gericht. En die vandaag een aantal vragen en verlangens en eisen heeft voor te leggen waarop het college en de decaan zullen en kunnen reageren. We hebben daar precies een uur voor, want de bestuurder moet echt sharp 10 uur weer naar de volgende bijeenkomst. En wij hebben dan nog iets na te spreken misschien. Dat betekent ook dat we niet heel veel tijd hebben voor de zaal om zich in dit ronde tafelgesprek te mengen. Dat blijft een beetje een gesprek in de vreselijk, maar hopelijk de laatste 10 à 5 minuten over gehad voor vragen van de kant van de zaal. Er zijn 3 agendapunten, zo ongeveer. Daar ga ik me proberen aan te houden. Het eerste agendapunt trekken we zo'n 10 minuten voor en het gaat over de huizenbezuinigingen 2015. Dat loopt over in de realisatieplannen voor 2016 en verder. En dat sluit af met vragen en opmerkingen over het financierings- of allocatiemodel waarmee de universiteit wordt gefinancierd. Ik heb een aantal sprekers aan de linkerkant die in zeker volgende vragen gaan stellen en ik geef als eerste het woord aan Tivadar. Ja, zoals gezegd steken we af met agenda van 2015, hoewel het inmiddels al 2015 is. En we in eerste instantie onze zorgen over wat er in het jaar 2015 en 2016 zou gebeuren al in 2014 wilden uiten. Dat is er helaas niet van gekomen, maar toch is er alle reden toe om toch nog even in een beter perspectief te kijken naar wat er nu precies gebeurd is. Het is zo dat in de zomer van 2014 de eerste signalen bij het departement aan onze faculteit boven water kwamen dat gesneden zou moeten worden in het vakkenprofiel. Dus er werd bij reisbegeerd gesproken van 40% teruggang in het aantal vakken, werd bijvoorbeeld bij Slavische talen gesproken van 60% vermindering in FTE's. Dit heeft tot een enorme schok opgeleid in de hele faculteit. Heel veel verontrusting, heel veel stress. En stukje bij beetje in de komende maanden is dat percentage, is die hoeveelheid die er gesneden zou moeten worden teruggelopen. En we zitten nu inmiddels op een teruggang van ongeveer 10% met vakkenaanbod bij de meeste studies. Hier is heel hard voor gewerkt door academici. Uit die stress, uit die angst, iedere week er nieuwe voorstellen schrijven. De hele faculteit is hier in feite mee bezig geweest de afgelopen maanden. Docenten moeten vrezen voor hun baan en studenten hebben gevreesd voor wat er überhaupt overbleef van hun opleiding. En nu het slechts 10% is, moet iedereen dat meevallen en heerst er in feite een blijdschap. Dit vinden wij een hele vreemde gang van zaken. In feite worden wij nu blij gemaakt voor 2015 met een teruggang in het vakkenaanbod van 10%, toch een significante teruggang. Waarom zijn we daar blij mee? Omdat we eerst dachten dat het heel veel erger zou zijn. Daarbij hebben we maanden in stress geleefd, zo hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Alles is begonnen uit in feite een dreigement van veel grotere aanvallen, wat langzaam terug is gebracht. Nu hebben wij eerder met onze decaan Frank van Vree hierover gesproken. En Van Vree heeft tegen ons gezegd dat er al begonnen moest worden met bezuinigen om het nulresultaat in 2015 op de begroting rond te krijgen. Hij werd dus al begonnen met korten. Ondanks het feit dat er zo'n profiel 2016 op tafel lag. We moesten dus al aan de gang. Onze vraag is dus aan het college van bestuur. Hoe kan het dat er dit soort kaders worden gesteld door het bestuur, dat er al bezuinigd moet worden in zulke grote stappen met zulke grote percentages in het leven? Er is zoveel stress op een faculteit moet ontstaan in zo'n korte periode, dat we daarna blij worden gemaakt met toch een forse bezuiniging van 10%. En je moet verder. Kunnen wij dan überhaupt de hoop koesteren dat er bij de volgende ronde voor 2016 in ieder geval teruggekeerd zou worden naar die hoge percentages waar we het eerder over hadden? Waarom staan hierin die begrotingskaders voorop en niet de inhoudelijke discussie die we zouden moeten voeren? Nou, ik denk dat het goed is dat je de inleiding gedaan hebt en even teruggegaan bent in de tijd. We hebben denk ik al een paar jaar in de universiteit de discussie over het allocatiemodel dat in 2006 is afgesproken, die nog steeds in staat is om onze
gekozen. En van de zomer is die discussie eigenlijk begonnen. Toen was er nog van uitgegaan dat het aantal studiepunten dat gehaald zou worden in de universiteit een beetje overeenkwam met dat van het jaar daarvoor. Uiteindelijk zijn er veel minder studiepunten gehaald, waardoor de studiepuntenprijs nu met een laag niet gegaan. En dat heeft ertoe geleid dat in ieder geval voor de FGD, als je de berekening in de meest zwarte scenario zit en nu in de huidige begroting, dat het een meevaller lijkt. Maar ik denk dat het ontzettend uit moet kijken dat je naar de toekomst nadenkt over op welke manier je kunt zorgen dat de uitgaven die niet in overeenstemming zijn met het geld dat je binnenkrijgt. En bij de FGD hebben we gezien dat de dragers in het allocatiemodel hebben voor het krijgen bij doorgangsstudiepunten in de afgelopen jaren teruggelopen. En dat is wel de reden waarom we op dit moment ook echt in met het huidige allocatiemodel meer geld wordt uitgegeven dan het binnenkomt. En dat kun je even doen, maar hoe langer je dat doet, hoe groter het gat is wat je moet vullen. Dat is juist precies het punt dat ik probeerde te maken. Er is inderdaad, omdat er een dergelijke teruggang geconstateerd is op een gegeven moment, begonnen met al roepen, we moeten beginnen met korten, terwijl er tegelijkertijd een inhoudelijke discussie gelanceerd werd. Maar dit is een hele dubieuze gang van zaken, waar ik eigenlijk zou willen zeggen dat er toch niet een wijze is waarop je met je academische personeel om kan gaan. Enerzijds wordt er gezegd, we gaan praten over wat moet de inhoudelijke consultancy doen, en tegelijkertijd wordt er gezegd, ja, maar we gaan nu al 40% korten. En met heel veel tijd heeft er men ervoor gezorgd dat het niet meteen zo veel werkt. Er wordt hier echt even op even, want er wordt hier echt een kapitale vergissing begaan. Want, kijk, de situatie, zijn eigenlijk, dus wat je vertelt over dat proces van wat jij bezuinigingen doet van de zomer, dat heeft heel weinig te maken met de situatie waar we na de zomer in terecht kwamen. Wij hebben als faculteit hadden wij 900 modules, waarvan de helft minder dan 10 studenten. In het voorjaar, dus nog voordat dit allemaal begon, hebben we met iedereen die daarbij betrokken was afgesproken dat we zouden gaan kijken hoe het op een rationele onderwijsaanbod zou komen. Dat zou in 3 stappen gaan. Dat was de afspraak. Dat is niet bij iedereen overgekomen, dat wil ik gelijk vaststellen. Dat zou in 3 stappen gaan. We zouden eerst kijken, wat heb je minimaal nodig om het programma in de lucht te houden. En bij sommige opleidingen betekent dat op papier in die eerste ronde, dat ze dat konden met 60% van het onderwijs dat ze gaven. Bij sommigen 70%, bij anderen 80%. Dat was het eerste. Toen hebben we gezegd, laten we eerst vaststellen, dat is in september en oktober geweest, en dat heeft veel onrust gezorgd. Maar dat was de eerste stap. Dus gezegd, vervolgens gaan we kijken hoe we de programma's waar veel studenten, waar genoeg studenten zitten op de cursussen, die worden vervolgens ook toegekend. En dan vervolgens hebben we de derde ronde. En in de derde ronde wordt gekeken waar moeten we met ook op gezonde opleidingen er nog cursussen bij doen. En zo kom je inderdaad op 90% van de cursussen die er waren, die volgend jaar ook gegeven werden. Dat was nog los van die bezuiniging, dat was niet helemaal los van de bezuinigingsoperatie van nu, maar dat was eigenlijk de bezuinigingsoperatie over 2014. Dus het is nooit, maar dan ook nooit, in iemands hoofd de bedoeling geweest om opleidingen 40-50% terug te brengen. Dat is echt onzin. Dat was een zeer zorgvuldig afgesproken proces van de bouw om te kunnen rationaliseren, bouw je dat heel systematisch op. Je begint met wat heb je minimaal nodig, vervolgens wat heb je nodig om een goede opleiding te maken, en de derde stap, wat heb je nodig om een opleiding zodanig te maken dat de studenten die vakken willen kiezen, ze ook kunnen kiezen. En inderdaad, daar lag ook wel een bezuinigingsdoelstelling aan de grondslag, maar die was eigenlijk al geformuleerd in het voorjaar van 2014 en staat voor een groot deel los van de tekorten die van de zomer zijn. En waarom was het nodig, die vakreductie? Inderdaad, omdat we van die 900 vakken er 450 hadden met minder dan 10 studenten. En we hebben gewoon 15% minder studenten dan in 2011. Dus zo onredelijk of zo idioot is dat niet.
Ik ben het volstrekt met je eens dat het voor veel mensen onduidelijk was en dat het voor heel veel onrust heeft gezorgd. En dat we daar echt ook te maken hadden met het feit dat er veel mensen op plekken zaten als opleidingsdirecteur die daar net zaten in het kader van het nieuwe besturingsmodel. We weten dat die mensen in een ontzettend moeilijke positie zijn gebracht, dat die ook inderdaad niet altijd konden overzien wat er gebeurt en dat het heel veel onrust heeft veroorzaakt. Ja, maar in principe was het gewoon inderdaad een operatie die we van de zomer hebben afgesproken dat we die zouden gaan volgen. Dankjewel. Noemi wil je. Ja, ik ben eigenlijk wel, er wordt heel duidelijk gezegd aan, je bouwt niet rustig op, in bepaalde stappen doe je dit. En toch komt in één keer die profielschets uit, ontstaat er in één keer een hele heftige discussie op de faculteit. Nou, Tiever, daar haalde ik net al aan, studenten ongerust, docenten ongerust. Niet alleen hier in Amsterdam, maar ook buiten Amsterdam horen wij signalen van studenten, docenten. Met de vraag, hoe gaat het eigenlijk op die universiteit? Is dit dan de manier waarop zo'n reorganisatie gepresenteerd wordt? In één keer krijgen docenten de spookverhalen of de folia-verhalen waarin niet duidelijk een cijfer naar voren komt, maar wel het feit dat er een serieus probleem is. Is dit dan de manier waarop je zo'n proces ingaat? Want dat komt wel in één keer heel hard binnen bij zowel studenten als docenten. Bij een aanvulling van vragen, ja, ik begrijp nou dat daar een stappenplan voor is neergezet, maar ook in de praktijk kijkt, is dat op deze manier een reorganisatie van bezuiniging, hoe we dat kunnen doen, doorvoeren, door eerlijk te zeggen, oké, dit hebben we hier opgevallen, we gaan dan een stukje bij beetje kijken wat we er nog meer bij kunnen stoppen. Dat is een manier van een faculteit inrichten die zoveel tijd kost, zoveel stress oplevert onder personeel, onder studenten, dat is niet een manier waarop je een faculteit organiseert. Zo kan je niet met je personeel omgaan. Maar absurde situatie, dat mensen moeten vechten maandenlang om hun vakken te redden. Terwijl ook er gewoon van begin af aan inhoudelijk gekeken wordt naar welke vakken we willen raden, niet op basis van financiële parameters. Herman? Luister, je zegt het personeel, maar luister, de mensen die hierbij betrokken waren toen we dit stappenplan hebben afgesproken, kan je precies zelfs op in een tweedaagse van bestuurders in augustus afgesproken en er zaten 80 mensen van onze faculteit. Dat is niet in abstracto ergens uitgedacht en zo gaan doen. Er is zo afgesproken dat we die stappen zouden gaan volgen. En ik ben volstrekt met je eens dat niet altijd duidelijk was en dat mensen ontzettend zenuwachtig werden. Vooral toen, ergens in oktober bleek, dat de vooruitzichten tot 2018 veel erger waren. Dat kwam er overheen en dat heeft voor heel veel onrust gezorgd. Maar op zichzelf was de operatie om een keer van onderaf, stapje voor stapje, op inhoudelijke gronden, zo'n programma op te bouwen. Dat was geen idiote operatie en ook niet een operatie die tegen het onderwijs was gericht of die alleen maar was gericht op het hakken in programma's. Nee, het ging uit van de bestaande programma's en ervoor te zorgen dat we in 2015, want daar hebben we het over, 2015, 2016, hetzelfde programma van dezelfde kwaliteit konden aanleveren, maar wel met minder vakken, omdat we inderdaad met veel te veel vakken zitten, met veel te weinig studenten, en dat is wel echt een grote financiële last. Dus ik ben het met je eens dat het proces had beter gekund, en dat had de communicatie daarboven, en we hadden mensen misschien beter daarmee mee kunnen nemen, maar in principe was het gewoon een hele redelijke manier van een programma opbouwen. Dat daar dat slechte perspectief overheen gekomen is, heeft de onrust versterkt. Dat ben ik volstrekt met je eens. Het gaat niet alleen om het proces, denk ik. Als ik de vraag van daar goed interpreteer. Het gaat om het feit dat voor zover het sprake is van reorganisatie en veranderingen in het opbouw van de opleidingen en van de faculteit. De confrontatie voor zowel personeel als studenten inhoudelijk voornamelijk lijkt op bezuinigingen, op het moet een stuk minder, maar dat er op lange termijn, daar gaan we zo meteen over praten, tweede agenda, op lange termijn in termen van retoriek wordt vooruitgelopen op een inhoudelijke reorganisatie en verandering van de faculteit, die inhoudelijk van groot voordeel is voor zowel studenten als personeel. Het probleem is dat in de loop van het proces niemand dat gevoel heeft. Niemand heeft het gevoel dat er inhoudelijk werkelijk iets gaat veranderen. Juist ook omdat die plannen van verandering voortdurend veranderen. En dus een beetje in de lucht blijven hangen. Terwijl er tegelijkertijd
we zijn ervoor. Dat is volgens mij de essentie van het probleem hier. Is dat misschien dat niet alleen de decaan, maar ook het college hier aan reageert. Kijk, wij hebben natuurlijk in onze universiteit bij de decaan het primaat gelegd om inhoudelijk keuzes te maken in onderzoek en onderwijs. En ik denk dat dat een enorm groot goed is. Dat moet je zo houden. En toen Frank deze operatie begon, moet ik eerlijk zeggen, was ik wel onder de indruk. Want het feit dat je dat durft, dat gesprek echt aan te gaan, terwijl de financiële vooruitzichten voor een deel bepaald worden door de keuzes die studenten maken, waardoor je te maken hebt met minder financiële ruimte. En je wilt wel proberen met elkaar levensvatbare programma's neer te zetten, die ook in de toekomst de dingen die je belangrijk vindt waarborgen. Dat vind ik de essentie van de manier waarop je academisch en de faculteit zou moeten omgaan. En de start van die discussie is geweest op een moment waarvan je kunt zeggen, nou ik had het liefst nog eerder willen hebben, maar dat was denk ik ongeveer een jaar voordat je eruit zou willen zijn. En ik denk dat de onrust die er in het najaar is geweest, eigenlijk die discussie een beetje in de weg heeft gezet. En daar heb ik met zorg naar gekeken. Want juist het lef om dat bottom-up neer te leggen, in plaats van met een kleine groep van bovenaf te denken, is iets wat in onze academische traditie past. En deze faculteit kende, dat had ik eigenlijk, en dat heb ik ook bij het feestje van de theaterwetenschappen bij mijn openingswoord. De verwachting is dat deze faculteit dat ook heel erg goed kan. Dus ik denk dat dit precies het proces is wat je in de faculteit moet doen. Ja, het is pijnlijk, want je maakt ook keuzes waarvoor sommige mensen het minder gaat worden. En voor andere mensen misschien meer. Voor een deel is dat omdat studenten keuzes maken die wij niet willen en niet kunnen beïnvloeden. Maar ik vind dit wel de manier waarop je in de academie dat debat aangaat. Dus ik ben er eigenlijk trots op dat de faculteit dat doet. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd dat er een goed resultaat uit zal komen. Mag ik heel kort reageren? Ook naar heel kort op dit punt. Want ik hoor hier dingen, ik hoor hier, er wordt bottom-up een discussie gevoerd. Maar die kaders waarbinnen die discussie gevoerd moeten worden, die worden wel door een kleine groep mensen van bovenaf opgelegd. Of zie ik dat verkeerd? Nou, die worden door een parlement opgelegd. Nee, kijk, ik zou ook veel liever willen. Je bent verantwoordelijk voor uw begroting. Nee, mag ik even? Ik vind, kijk, ik denk dat wij al jaren te maken hebben met een meergaande studenten op een studentenprijs. En dat is wat we uit Den Haag krijgen. En wij proberen binnen de financiële kaders die wij hebben, zoveel mogelijk toe te komen aan de breedte die we in de universiteit hebben en de breedte van het onderzoek. In het allocatiemodel wat wij met elkaar in het verleden hebben afgesproken, hebben we geprobeerd een deel van de dingen die wij aan de UvA belangrijk vinden ook te vertalen in een financiële prikkel. Bijvoorbeeld, niet student geld, maar studiepunten geld. Zodat als studenten van, laat ik zeggen, de geneeskunde kiezen om in hun keuzeonderwijs bij filosofie, bij onderwijs te gaan volgen, het geld die student ook volgt met de studiepunten bij de faculteit. Dat is omdat wij het belangrijk vinden dat studenten over de grenzen van hun eigen opleiding heen keuzevakken kiezen. Dat zijn keuzes die wij maken. Het financieel kader waarin we dat moeten doen, is gewoon het geld wat we uit Den Haag krijgen, het geld wat we binnen kunnen halen bij NWO en bij de Europese subsidies, en een heel klein stukje van particuliere giften die we voor specifieke projecten kunnen binnenhalen. Dat laatste zou ik graag op zijn Amerikaans verhonderdvoudigen, maar de Nederlanders zijn daarna nog niet zo vrijgevend. Dus we moeten het vooralsnog doen met wat we binnenhalen uit Den Haag, en wat we in de subsidies bij de tweede en derde kansen kunnen doen. Dat zijn de financiële kaders waarbinnen wij moeten opereren. Oké, dank u wel. Dit is het laatste woord dat we over de bezuiniging in 2015 te melden hebben. Het tweede agendapunt betreft de reorganisatie. 2016 de verder. Peter, heeft daar ook vragen. Om aan te sluiten, wat ik net al zei. Ik denk natuurlijk, daar ben ik het helemaal mee eens, dat het goed is om van tijd tot tijd je opleidingsprogramma's door te lichten, te kijken van waar zitten de structurele problemen, wat kan eraan gedaan worden. Er lijkt me niks mis meer. Als dat nodig blijkt, kun je dan besluiten tot een reorganisatie.
wat er op dit moment gebeurt, denk ik, is dat die reorganisatie toch eerst en vooral een bezuinigingsmaatregel is, het niet met minder. En dat leidt ertoe dat dit proces nu in grote haast moet worden voltrokken, waarbij er voor deze hele inhoudelijke discussie nauwelijks tijd genomen kan worden. Hè. We hebben die houseschool-schets, er worden werkgroepen opgezet die moeten in een maand waarvan 3 weken tentamenweek kerstvakantie is, moeten ze met een voorstel komen. Dat is dan de inhoudelijke discussie. En vervolgens kunnen we snel doorbezuinigen. Dus ik wil het hier over 2 dingen hebben. Ten eerste is dat het tijdspad dat opgelegd wordt vanuit het college van bestuur. Hè? Dus die stellen de deadlines voor wanneer dat plan er moet liggen. Daarmee de onzorgvuldigheid, de haast waarmee er nu gereorganiseerd moet worden. En ten tweede natuurlijk over de financiële kaders die daarbij bepalend zijn. Waar eerst graag over de tijd die nodig is om dus een inhoudelijke discussie te voeren. Zal ik daar even kijk, het pad dat mevrouw schetste, dat klopt. Ik laat het proces nou even liggen, hè, want we hebben geconstateerd dat het wat beter te kunnen, want anders blijven we in herhaling vallen. Kijk, als universiteit, misschien even over de hele universiteit, hè, want wat er gebeurt is niet alleen uniek voor de geesteswetenschappen. Als we kijken naar de UvA als geheel, dan zijn wij heel succesvol in het aantrekken van studenten. Wij groeien ieder jaar zo tussen de 5 en 8 procent. We hebben jaarlijks 10 procent groeien. Daarvoor krijgen we ook van Den Haag geld. Zij heeft wel dat het overal budget niet groeit, dus de prijs per student wordt minder. Maar meer studenten betekent in elk geval meer geld. Als ik kijk naar het onderzoek, dan is dat een component die hetzelfde blijft. Dus als ik vanaf 2000 naar de UvA kijk, dan zien we onze inkomsten voor onderwijs stijgen. En we zien dat de inkomsten voor onderzoek niet stijgen. En waar we voor op moeten passen, dat is dat we op een gegeven moment niet een universiteit worden waar we alleen mensen in huis hebben die onderwijs geven en geen onderzoek meer doen. Dat is een opgave die geldt voor alle faculteiten. Dus niet alleen voor de faculteit geesteswetenschap. Dus waar wij met elkaar over na moeten denken, dat is, hoe kunnen we er nou voor zorgen? Je wil een universiteit zijn met docenten die onderwijs geven en die onderzoek doen. Hè? Want je wil over de grens van het vak wil je gewoon gedoseerd worden. Je wil te gedoseerd worden. Dat is een opgave die voor alle faculteiten geldt. En het is terecht wat Frank zegt. Kijk, wij waren al ruim een jaar, misschien al wel langer bezig om te kijken. Wat kun je nou in het onderwijs doen en wat moet je in het onderzoek doen om die lijnen, om maar even simpel te houden, die dichter bij elkaar te krijgen? Nou, dat betekent, ik noem dan al het rationaliseren van het onderwijs, biedt in ieder geval die dingen aan waarvan je zegt dat is echt de kern van de faculteit geesteswetenschap, dat moeten we overeind houden. En misschien doen we daarbij dingen die extra zijn en als we die niet doen, dat we dan toch die kern van de faculteit overeind houden. Aan de onderzoekskant moeten we bij elkaar kijken. Hoe we meer onderzoeksfinanciering binnenkrijgen. En dat kan door subsidies uit de tweede en de derde geldsom. En dan weten we allemaal, laten we dat ook niet onder het carpet poetsen, dat dat vaak voor geesteswetenschap toch wat lastiger is dan voor een derde faculteit. Dat weten wij dus ook. Dat neemt niet weg dat we wel in alle faculteiten moeten kijken wat we daar maximaal aan kunnen doen. We hebben ook praktische vormen van samenwerking waarin dat lukt. En in dat proces zaten wij als hele universiteit met alle faculteiten. En ook met de faculteit geesteswetenschap. Kijk, en wat wij nu gezegd hebben, dat is, we moeten nu met de hele faculteit de discussie verder starten, die we al begonnen waren. Maar in 2015 veranderen we nog niks aan de financiële situatie. Dus de allocatiemodel zoals het is, hebben we gewoon toegepast voor alle faculteiten, ook voor de faculteit geesteswetenschap. En dan weet ik wel dat het hard aankomt, als je op een gegeven moment met de faculteit die discussie moet starten, maar als ik er nou naar kijk, dan zeggen we, je krijgt de financiën zoals je die altijd kreeg, ook in de jaren daarvoor, daar is niks aan veranderd. Maar we moeten wel, nu in het begin van dit jaar, met elkaar de inhoudelijke discussie voeren wat we in de toekomst willen. Want als we dat nu niet doen, hè, het begrotingsproces dat begint zo rond de zomer, ja, dan betekent dat je volgend jaar het probleem nog groter maakt. En het probleem wordt alleen maar groter namelijk als je niks doet. En vandaar dat we gezegd hebben, laten we nu de discussie starten. Dan heb je eigenlijk tot de zomer om met de inhoudelijke plannen te komen. Dan kunnen we een goede afweging maken met elkaar. En dan kunnen we geleidelijk aan, want we hebben ook niet gezegd dat het ineens big bang is, maar dan kunnen we geleidelijk aan
vanaf volgend jaar moet gewoon weer gaan kijken hoe je het zo kunt doen dat je geleidelijk aan in de zo'n situatie komt. Ja, als ik mag reageren, het aantal, aantal dingen wat de inhoud betreft, u heeft het over en dingen die essentie vormen van de faculteit geesteswetenschappen. Nou, mij lijkt bijvoorbeeld dat zelfs van promotieplaatsen, hè, precies voor de geesteswetenschappen, een van die dingen zijn waar je op in moet zetten. Nou, die dreigen er dus in de huidige vorm van financiering. Oké, okay, inzetten op tweede, derde geldstroom. Ja, dreigen compleet het onderspit te delven. Dus ik denk dat zijn dingen die wijzen er wel naar van, ja, in hoeverre kan dat überhaupt met dit budget, hè? Een geesteswetenschappenfaculteit behouden die echt een brede faculteit is en daarmee dus ook echt al die opleidingen, ook die kleine opleidingen die desalniettemin van belang zijn, gewoon voor hè, het stukje culturele, ja, culturele vorming dat ze vertegenwoordigen. Als het dus duidelijk is dat er gewoon überhaupt te weinig budget is om dit soort dingen te behouden, en dat is wel hè, waar het nu naar uitziet, dan moet je ook die conclusie kunnen trekken. Dan moet er, en dan misschien niet in 2015, maar wel in 2016 of op de nog langere termijn, dan moet er op de langere termijn misschien juist geïnvesteerd worden in die geesteswetenschappen. Maar kijk, weet je waar je nou voor op moet passen? Dat is, kijk, ik hoor je nu al een aantal definitieve conclusies trekken. Ik denk dat we moeten proberen om dat niet te doen. We zullen ongetwijfeld zo knopen. Maar dan moeten we toch die inhoudelijke discussie eerst nog even voeren als we nog geen. Ja, maar laten we nou eerst de inhoudelijke discussie voeren. Want kijk, wij willen als college van bestuur een brede klassieke universiteit blijven. Dus niemand heeft het plan om te zeggen van wij gaan met een faculteit geesteswetenschap of rechten, ik wil maar wat gaan stoppen. Dat willen we niet. En waar je nou moet kijken, dat is als je nou een faculteit geesteswetenschappen wil die internationaal aan de maat is, en die hebben we nu, dat weten we allemaal, want de faculteit doet het gewoon fantastisch. Waar kunnen wij dan bezuinigen en wat moeten we absoluut behouden, zeg maar, om die positie te blijven behouden? Dat is ook ons belang, hè? Dus het is ook niet ons belang om daar maar wild te gaan snijden. Kijk, en in het proces van een inhoudelijk plan maken met elkaar, ga je alles tegen het licht houden. Dan neem je de verschillende onderdelen en dan zeg je van, ja, wat zouden we hiermee kunnen doen? Wat zouden we daarmee kunnen doen? Dat betekent niet dat alle dingen die je nu benoemt, dat je daar ook al definitief van zegt, van daar stoppen we dan mee, of dat gaan we niet meer doen. Dus ik denk dat we de volwassenheid met elkaar nu op moeten kunnen brengen om al die dingen langs te lopen, goed af te wegen van moet je dat wel en moet je dat niet. Dan moet je het in zijn totaliteit bij elkaar zetten en dan ga je wegen van wat moet je nou wel doen, wat moet je nou niet doen om die goede positie te behouden, want daar hebben we allemaal belang bij. Maar als nou blijkt dat met het budget en met de financiële vooruitzichten die er nu zijn, het eenvoudigweg niet mogelijk is die goede positie te behouden, dat het, hè, bedoel dan dat het bij wijze van spreken kiezen is, ja, willen we dit, willen we dat, maar het is kiezen tussen twee kwaden. En dat is het gevoel dat op dit moment denk ik heel veel medewerkers, studenten hebben aan de faculteit. Kijk, ik denk hè, dat heel erg meevalt. Als wij misschien praten met de film, dan moet ik er gewoon bij zeggen. Kijk, wij hebben gewoon naar het programma gekeken. En als je gewoon naar de opleidingen kijkt en de module die daarbij worden, dat is in kaart gebracht. En we kijken dan daarnaast wat er nog aan aanbod is. Dat aanbod daarnaast is heel erg groot. Nou zeg ik daarmee niet, dat moet je helemaal wegstreven, hè, want iedere faculteit heeft extra aanbod, maar ik denk dat je daar best met dingen kunt stoppen, waarvan je zegt, dan moet je niet in op de kwaliteit van je faculteit geesteswetenschap. Wat ik zelf ook graag meer zou zien, dat is, wij hebben nog 6 andere faculteiten die ook allemaal extra aanbod hebben. En ik denk dat wij, want ik denk dat dit ook een operatie is die jullie niet in isolatie moeten doen, hè, maar dat we ook bij andere faculteiten eens zouden kunnen kijken, hè, die niet ook interessant extra aanbod wat je zou kunnen volgen, waardoor je je toch kunt verbreden, dan moet je dan over de grenzen van de faculteit. Dus ik denk dat wij in gezamenlijkheid, en dus nogmaals, jullie moeten dit niet alleen doen, maar als we door die hele universiteit kijken, en we maken met elkaar goede afwegingen, dat wij een hele goede faculteit geesteswetenschappen overeind kunnen houden, die internationaal aan de mate van de nu is, maar ook in de samenwerking met andere aantal dingen voor elkaar kunnen krijgen, dat we niet hoeft in te boeten op kwaliteit. En ik denk dat je
een beetje op te passen om alle dingetjes die nu de revue ziet passeren al definitief tot conclusie te trekken. Dus dat gaan we niet doen. Akkeren ze allemaal door en dan moeten we kijken naar het totaal. Dat moeten we ook met de andere decanen bespreken en ook kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan pas conclusies trekken met elkaar. En ja, daar zullen best ook een paar pijnlijke conclusies in zitten, maar dan hebben we met elkaar een heel goed proces gedaan om die afweging te maken. Ja, ja, ik wil misschien nog een iets ander perspectief op deze de huidige problematiek laten zien. Ik moest afgelopen kerstvakantie heb ik schrijven aan een stuk over duurzame geesteswetenschappen. We hebben 5 jaar lang hebben extra geld gekregen van het ministerie voor de letter. Dat is ongeveer 2 miljoen euro per jaar. En dan moet dit jaar worden besloten of dat wordt gecontinueerd of niet. Ik hoop van wel, want anders worden de problemen nog groter. Ik ben teruggegaan naar het begin van dat proces van dat programma Duurzame Geesteswetenschappen. Dat was in 2009. Dat was een landelijk programma. En in de stukken ter voorbereiding op, die heb ik opgezocht, uit 2009 worden 5 grote problemen van de faculteit geïdentificeerd. Namelijk de positie van de kleine opleidingen, een versnippering van het onderwijs, te veel onderwijs in te kleine groepen, een grote probleem met uitval en studiesucces, vergrijzing en een onvoldoende potentie voor onderzoek. Nou, als je nu terugkijkt, kun je zeggen, de laatste 2 dingen die zijn mede met behulp van die duurzame geesteswetenschappen opgelost. We zijn verjongd, we hebben heel veel jong veelbelovend talent binnengehaald, dat probleem van die vergrijzing is weg. Het onderzoek, we hebben heel veel nieuwe, prachtige onderzoeksprojecten, onderzoekslijnen de laatste 4-5 jaar, mede met het gelden van duurzame geesteswetenschappen, hebben we ingezet. Die eerste 3 problemen hebben we niet opgelost. Sterker nog, na 2009 is ons studentenaantal 3 jaar lang ontzettend gegroeid, van 1200 in de bachelor naar 2000. Dat heeft ons 4-5 jaar lang veel geld opgeleverd. En we hebben dat geld eigenlijk onvoldoende gebruikt om die structurele problemen, met name in het onderwijsaanbod en de kleine opleidingen, op te lossen. Sterker nog, zo kijken we nu tegenaan, als we de situatie nu zien, zien we dat we nu weer terugkomen op het niveau van 2009, ook in omvang van de staf, dat er in de tussentijd een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden van kleine problematische opleidingen, problematisch bedoel ik qua stabiliteit en qua studentenaanstroom, naar grote opleidingen. Dus je kunt niet eenvoudig die 90 stafleden er weer afhalen, want in de tussen daaronder is een heleboel veranderd. Dat is precies het probleem waar we nu voor staan. We worden eigenlijk terugverwezen naar grote problemen uit 2009 met een budget van ongeveer 2 à 3 miljoen lager is. Dat geef ik toe, een deel is te veranderen, maar dat gaat maar over 2 of 3 miljoen. Die andere 4 of 5 miljoen komt door die lage studentenaantal. Maar die problemen zijn eerder groter geworden op een aantal punten dan kleiner sinds 2009. We hebben verzuimd als faculteit, en dat is niemand te verwijten, want dat is bijna een menselijk gegeven. Als het goed gaat, ga je geen structurele problemen oplossen. Dat hebben we nagelaten en daar worden we nu voor. Nou, niet om te zeggen, niet gestraft, maar we moeten daar dus een goede oplossing voor vinden. En dan kom ik op misschien het punt over dat tapijtpad. Het is natuurlijk niet zo dat we volgende maand een kant-en-klaar plan moeten hebben. Een houtskoolschets wil zeggen dat we een aantal principes, en daar kunnen zelfs nog alternatieven in zitten, een aantal principes formuleren waar we komend half jaar mee verder gaan. In september moeten we min of meer weten hoe die plannen eruit gaan zien. Dus we hebben daar nog een half jaar om plannen en een aantal interessante dingen die in de discussies naar voren worden gebracht om die uit te denken. En hebben we vervolgens nog een jaar om dat om te zetten in concrete cursussen en concrete programma's. Als we de 3 maanden uitstellen, dan wordt het een jaar later. Dan wordt het pas 2017. Dus ja, het staat onder druk. Er moet flink hard worden gewerkt. Maar het gaat nu in eerste instantie inderdaad om een schets, om een aantal principes van de richting die we verder gaan exploreren. En we hebben, volgens mij zijn wij, ik mag wat cynisch klinken. Wij hebben, maar dat is het niet. Wij hebben 5 raden of 6 raden. Met ongeveer 70, 80 mensen in waarbij wij werkelijk praten. Dus ik denk dat we ook voldoende gesprekspartners hebben, voldoende draagvlak om deze plannen tot een goed einde te brengen. Want we zullen het samen moeten doen om die problemen op te lossen waar we eigenlijk al een jaar of 10 mee te maken hebben. Als laatste, want we gaan over naar de laatste. Ik wil tegen elkaar zeggen dat we het voor de agenda kunnen.
Ik hoor Frank hier de laatste om inderdaad die inhoudelijke discussie aan te gaan. Dat is inderdaad wat wij ook zouden willen. Hè? Laten we nou eens gaan kiezen op basis van inhoudelijke academische keuzes. Welke vakken, welke studies we willen handhaven aan onze faculteit. Ja, tuurlijk, dat is het gesprek dat we moeten voeren. Dat is echter niet het gesprek dat we aan het voeren zijn als van tevoren al vaststaat. Nou ja, oké, maar zoveel moeten we ongeveer gaan knippen. Ik bedoel, dat zijn eenvoudige bezuinigingen die al staan. En het is precies dit knippen op basis van financiële normen. Dat is precies in de vakken die de UvA kenmerken, die haar de vrijheid geeft, waarom er zoveel mensen op onze universiteit gaan afkomen. Het is heel eenvoudig. Er zijn financiële normen die nu de grondslag ligt aan die inhoudelijke discussie. Er is niet genoeg tijd voor. Er zijn gronden. Het is gewoon geen geloofwaardige inhoudelijke discussie voor ons. Dus, wat er gaat gebeuren. Als we die inhoudelijke discussie willen voeren, moeten we blijkbaar eerst een inhoudelijke discussie voeren over hoe wij onze universiteit aan het financieren zijn. Blijkbaar is het zo dat wat er nu voorop staat is dat alleen studies en vakken mogen blijven bestaan die rendabel zijn, die voldoende studenten aantrekken. Anders leven ze geen geld, dan kunnen ze blijkbaar niet handhaven. Laten we het er eens over hebben hoe we dat anders kunnen doen. Blijkbaar is het zo dat er, gezien de volle zaal, gezien deze hele discussie al maanden voortsleept, blijkbaar is dat we ook met z'n allen willen, en dat voel ik ook uit het verhaal van de universiteit willen, dat we ook dingen willen handhaven op onze universiteit als ze niet rendabel zijn. Daarom moet de inhoudelijke discussie gevoerd worden. Puur inhoudelijke gronden willen we dit houden of niet. En niet met alle begrotingen in ons achterhoofd. En daarom hebben we nu denk ik het best over de allocatie. Ik ga even een illusie bij je wegnemen. En dat is dat je niet tegenwoordig over inhoud kunt praten zonder geld. Uiteraard. Twee dingen die moeten echt samen gaan. Kijk, want anders gaan wij met elkaar plannen maken die er prachtig uitzien en die we vervolgens niet kunnen realiseren en dan ben je pas op een manier met je mensen bezig waarvan je zegt, dan schrikken mensen zich dood. Je moet over inhoud praten en tegelijkertijd over geld praten. En dan is het niet zo, en dat kan ik je vertellen, want ik zit hier inmiddels 7 jaar, dat wij altijd alleen maar keuzes maken voor grote opleidingen die winst opleveren. Nee, wij hebben in alle faculteiten doen we aan wat we noemen kruisfinanciering en grote opleidingen en de combinatie van grote en kleine opleidingen. Maar daar zitten ook grenzen aan. Dus op een gegeven moment zeg je van, als je aan kruisfinanciering doet, dat kan maar tot op zekere hoogte. En die balans, die moeten we met elkaar zoeken. Dus het is niet zo dat wij erin zitten dat we alleen opleidingen willen die winst maken. En je moet ook niet de illusie hebben dat je een inhoudelijke discussie kunt voeren zonder geld. Dan moet je van metafoon die twee dingen op laten gaan. Want anders eindig je de plan in een desillusie, namelijk een plan met je uitvoeren, omdat het toch geen geld is. Dus dat valt toch wel even over te hebben. Maar klimaat, in die zin wel liggen bij academische keuze, iets te willen handhaven en vervolgens bij na. Maar dat is toch precies wat we nu aan het doen zijn. Kijk, als we ze echt zouden doen wat jij zegt, dan zouden we doen wat we in Groningen hebben gedaan. Namelijk gewoon dingen opheffen, zonder verder discussie. Deze hele discussie gaat er juist om proberen zorgvuldig af te wegen wat we wel en niet kunnen en willen in stand willen houden. En natuurlijk gaat het juist over kleine expertisegebieden waar we over praten. Want daar zitten de problemen. Dus als we niet... Ik zou het willen omdraaien. We voeren die discussie juist daarom. Daarom zitten we hier. En daarom zijn we als faculteit de hele discussie aangegaan. En we hebben niet gekozen voor het snijden in opleidingen ruptieglas. En snijden kunt twee dingen betekenen, of gewoon schaven, of gewoon in het voorstel wat wij hebben gedaan, in het eerste discussie, is uitgelegd door ons. Die discussie heeft u niet op gang gezet, maar hebben wij op gang gezet. Luister, in de discussiestuk wat wij in, waardoor jullie, waar jullie ontstaan aan hebben te danken. Het profiel 2016, zowel in scenario 2 als in scenario 2.1, en dan laat ik me even focussen op scenario 2, daar wordt juist een strategie ontwikkeld, een discussievoorstel, met als doelstelling om expertisegebieden, kleine expertisegebieden, te behouden. Dat is van het begin af aan onze insteek geweest. En je kunt discussiëren, welkom op de discussie, hoe je dat moet doen en wat de beste weg kan zijn. Maar het is
We hebben juist niet, zoals bij veel andere bezuinigingen, kijk naar Rotterdam, kijk naar de economische faculteit. Wij hebben niet gekozen voor de eenvoudige weg, laten we de kleine opleiding of hebben. Dat wilden we juist niet. En daarom zitten we hier. Goed. Nou, ik wil daar heel even op terug. Als je het verhaal van Frank ziet en de analyse die dan in 2009 gedaan is van de faculteit, heb je natuurlijk eigenlijk een periode gehad waarin je in ons huidige allocatiemodel de groeiende studenten heel veel meer geld geeft. En als je nou terugkijkt, had je die tijd inderdaad misschien moeten benutten om deze discussie te voeren. Intussen is die aflopende inkomstenstroom zodanig dat elk jaar dat je hem uitstelt, het gat wat je met elkaar mee dicht groter wordt. En we hebben aan deze universiteit een paar jaar geleden een vergelijkbare discussie met de economie gehad. We hebben gezien wat er gebeurt als je dat voor je uit blijft schuiven. Omdat dan de ingreep vele malen groter is. Oké, misschien hadden we dit al 3 jaar geleden moeten doen. We zijn er nu in 2014 mee begonnen. En ik zou de faculteit oproepen om niet bang te zijn om die schets naar de toekomst te maken. Want als je een kop in zand steekt en je uit blijft doen, is het eigenlijk ook wel pijnlijker dan wat je nu met elkaar zou kunnen doorleiden. En ik denk dat als je het traject ziet zoals je daar in de zomer mee begonnen bent en de volgende zomer zal je afronden, dat je dat ook wel zou moeten doen. Ja. Okay, voor je reageert, want anders dan loopt dit punt helemaal uit. Dan hebben we nog een laatste punt, daar hebben we echt op weinig tijd voor. Dat tilt namelijk de hele discussie naar een hoger niveau, weg van de faculteit. Naar de universiteit, maar zelfs ook naar de wijze waarop deze universiteit zich verhoudt tot andere universiteiten, namelijk het allocatiemodel waar we allemaal ontzettend blij mee zijn. En daar heeft Julia een opmerking over, richting met name het CVB. Ja. Het huidige allocatiemodel van de UvA is een output-based financieringsmodel. Een output-based model is een model waarin het geld wordt verdeeld op basis van publicatie, het aantal ECT's, studiepunten en citaties. En de manier waarop onderwijs en onderzoek nu worden gefinancierd, wordt heel erg sterk voor de rendementsdenken. En het huidige systeem maakt de universiteit dus afhankelijk van fluctuerende cijfers, zoals studentenaantallen. En het zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van onderwijs en onderzoek worden ondermijnd. We moeten dus inderdaad op basis van inhoudelijke keuzes beslissen. Dat is net al heel sterk aan bod gekomen. Maar alle faculteiten lijden hieronder. Omdat er een soort getouwtrek plaatsvindt. Als wij meer binnenhalen, moet wiskunde inleveren. Als wiskunde meer binnenhaalt, moet het bijvoorbeeld wiskunde. Het is een voorbeeld wiskunde. Maar er ontstaat een getouwtrek, er wordt een hele sterke concurrentie op mezelf. En wij zitten hier niet als geesteswetenschappers te schreeuwen om meer geld, zodat de rest maar benadeeld wordt. Wij willen eigenlijk oproepen om voor de jaren 90 was er in Nederland gebruik gemaakt van het inputmodel. Dan werd er gewoon verdeeld op basis van wat we belangrijk vinden. Dat is in het buitenland, in bijna alle landen, nog steeds het geval. In Duitsland wordt dat gebruikt, in de VS wordt dat gebruikt. Alleen Engeland en Nederland gebruiken een outputmodel. En daar is een groeiende tendens dat de markt de academie regeert. En mevrouw van der Wal, u sprak in uw reden op de dia's over het belang van academische vrijheid. En de autonomie van de universiteit, van leraren, docenten, studenten. Ik ben heel blij dat dit beide belangrijk vindt. Alleen, er is een discrepantie tussen zulke woorden en het huidige beleid van de UvA. Als u deze manier van financieren. Ik zal even beginnen met een reactie. Hè. Kijk, wat ik in de dia's reden zeg, daar sta ik voor 200% achter. Wij zijn een universiteit en wij moeten doen een academische vrijheid tegenover iets wat anders dan het academische discussie voeren. Kijk, en als ik nou kijk naar mijn periode in de UvA, naar de periode waarin we eigenlijk geen allocatiemodel hadden. En dat we hadden eigenlijk geen allocatiemodel, er waren een paar vage regels. En ik kwam in een faculteit, dat was nog veel erger dan wat ik hard moest doen. Want ik moest 20 miljoen bezuinigen en dan kwam ik dus achter in mijn eerste 3 weken dat ik decaan was.
En toen dacht ik, ik ga eens even naar het Maakhuis om te vragen op basis waarvan de faculteit nou precies geld krijgt. Niemand kon het uitleggen. Er waren een paar algemene regels. En toen dacht ik, ja, waar moet ik nu op gaan sturen? Ik weet het helemaal niet. Dat is de periode geweest, en dat weet Louise ook, want we waren in dezelfde periode decaan, dat we gezegd hebben, zo kunnen wij eigenlijk als decaan niet binnen onze faculteit sturen. Wij zouden eigenlijk gewoon moeten weten, en zo is de discussie over de allocatiemodel begonnen, op grond waarvan wij geld krijgen. Want als je dat niet weet, dat is heel basaal, hè, zo is het begonnen, dan weet je ook niet wat je kunt doen. Nou, toen hebben we eerst een allocatiemodel gemaakt, daar heb ik een update van gedaan. En wat je zegt is voor een deel waar, maar voor een deel ook niet. Voor een deel zitten er output-parameters in. Voor een deel is dat niet. Voor een deel zitten er ook historische componenten in. Ik denk dat we nu in groot detail daarop in moeten gaan. Maar er zitten natuurlijk voor een deel ook output-parameters in. En ik ben er nog niet vies van om dat te zeggen. Kijk, want als wij publiek gefinancierd worden, wij krijgen 600 miljoen per jaar aan financiering. Ik vind het helemaal niet gek dat degene die ons dat geld geeft, ook aan ons vraagt. Wat doen jullie daar dan eigenlijk mee? En dat kan je alleen maar uitleggen als je dat transparant maakt. Kijk, en als je dan hebt over rendementsdenken, ik begrijp nooit de discussie waarom als je een hoger rendement hebt, je minder kwaliteit zou moeten hebben. Je moet eraan werken om dat niet te doen. Nee hoor, ik wil die discussie graag aangaan. Ik begrijp ook niet de discussie, ik ben ook geen voorstander, dat weet u toevallig. Om alleen maar te sturen op zoveel mogelijk publicaties. Maar als je meer publicaties hebt, hoeft dat voor mij niet per definitie te betekenen dat de kwaliteit minder wordt. Daar moeten we met z'n allen goed op letten. Maar kijk, ook de buitenwereld kijkt naar de universiteit. We hebben een reviewcommissie en we hebben in Nederland met alle universiteiten afgesproken dat wij ervoor zouden zorgen dat dat rendement beter zou worden. Ik vind dat niet gek hoor, want met publieke financiering geven wij het onderwijs. En wij moeten ook zorgen dat we die publieke financiering, dat we die goed gebruiken. En dan ben ik het met je eens, dan moeten we ervoor waken dat er geen excessen optreden. Dat je alleen maar op bepaalde dingetjes gaat zitten sturen. Maar volgens mij doen we dat niet. En jullie mogen 4 jaar doen over een studie die 3 jaar duurt en dan wel. Ik ga het gewoon een keer zeggen. Kijk, wij moeten wel ook gewoon dingen bij de naam durven doen. En dan 30% hoeft nog niet het diploma te halen. En dan denk ik van, vinden we dat nou zo'n exorbitante eis? Ik niet. Want ik moet ook gewoon maatschappelijk uit kunnen leggen dat als wij met publieke financiering ons onderwijs verzorgen, dat wij ons best doen om dat geld zo goed mogelijk te besteden. Dus ik vind die kaders helemaal niet zo krap. En ik ben het helemaal met je eens. Daar moeten we niet in gaan ontsporen en dat zo strak maken. En dat we echt alleen maar op output zitten te sturen. Maar naar mijn stellige overtuiging doen we dat op dit moment nog niet. Maar ja, dan. Ja. Meneer Van Vleet heeft in het eerder gesprek aangegeven dat het moeilijk begroten is als de begroting constant afhankelijk is van fluctuerende cijfers. Juist voor constructief inhoudelijk plan maken voor de faculteit zou veel prettiger zijn als we het zeker zouden weten waar we mee in zee gaan. En dat kan niet met zo'n huidig verdelingssysteem. Daar wil ik heel graag op reageren, want dit refereerde naar de tijd dat wij allebei decaan waren, toen op grond van de historische budgetten je een enorme stabiliteit had bij de faculteit. Je wist precies waar je aan toe was. Maar als je toevallig heel veel meer studenten kreeg, had je geen extra budget om meer docenten aan te trekken. En ik herinner me dat dat bij geneeskunde was, dat er vrolijk geroepen werd, we gaan van 250 naar 350 eerstejaars. En in eerste instantie kwam er geen cent meer bij. Dan zeg je als faculteit, dat kan ik niet. Want dan moet ik zo ontzettend bezuinigen op wat ik aan het onderwijs kan uitgeven. Dus toen hebben we geïntroduceerd dat studenten en de keuzes die studenten zouden maken, ook over faculteiten heen, gevolgd zouden worden door geld. En je hebt gelijk, de consequentie daarvan is dat je fluctuerende budgetten hebt. En dat de keuzes die studenten maken, maar ook het tempo waarin studenten de studiepunten winnen, voor de faculteit financiële consequenties heeft. Maar het alternatief waar we vandaan kwamen, moet ik heel eerlijk zeggen, zou ik niet terug willen. Want dat zou voor jullie faculteit in de afgelopen jaren een drama zijn geweest. Dan was het aantal studenten wat omhoog ging, niet gepaard gegaan met meer financiële ruimte om dat onderwijs ook te kunnen verzorgen. Dat had je ook niet gewild.
Vervolgens heb ik ook gehoord dat de UvA graag een brede universiteit wil zijn, waar we het allemaal mee eens kunnen zijn. Dan kom ik op het punt dat mijns inziens er academische keuzes moeten worden gemaakt met het bedrag dat we krijgen om die brede universiteit in te kunnen zetten. Dat betekent dus niet dat we die financiële bronnen verdelen op basis van puur rendement. Levert een studie genoeg op, komen er genoeg mensen bij de studie af, maar dat we kijken naar, vinden wij deze opleiding, dat geldt ook voor kleine talen, dat geldt ook voor wiskunde, voor iedere opleiding, vinden we deze opleiding belangrijk aan onze universiteit. Als dat zo is, dan kiezen we ervoor om die opleiding te financieren. Ik zeg niet zwart-wit, dat moet met een historisch budget in plaats van rennen. Er zijn tal van tussenoplossingen, ik bedoel, dat kunnen we nu hier niet uitleggen waar het om gaat. Dus als er een academische keuze wordt gemaakt om een opleiding aan te willen dienen aan de universiteit, dan is daar een minimumniveau van financiering voor nodig die je gewoon af kan spreken. Je kan gewoon met z'n allen afspreken, wij willen een universiteit waar je Scandinavische talen kan leren. Dan ga je dat financieren. Uiteraard heb je dan fluctuerende cijfers aan instromen en daar ga je begroting op aanpassen, zodat ook als de studie groot wordt, er genoeg werkgroepdocenten kunnen zijn, maar we hebben wel een minimumniveau om een opleiding te kunnen handhaven, omdat je die belangrijk vindt. Dat moet er toch in kunnen liggen. En die academische keuze moet een college van bestuur toch kunnen maken samen met personeel en studenten. Maar dan zit hier denk ik een fundamenteel meningsverschil. Want ik denk dat, en wat iedereen die een baan heeft binnen de universiteit volgens mij herkent, is dat we volgens ons, en ik denk dus volgens heel veel mensen, wel zijn doorgeschoten in dat denken in cijfers. Dat die cijfers, die variabele cijfers, te veel bepalen waar op de universiteit het geld naartoe gaat, welk onderzoek gedaan wordt, dat de academische solidariteit ondermijnt, want faculteiten moeten vechten om studenten binnen te halen, om vakken uit te vinden waar maar zoveel mogelijk mensen op afkomen. En het leidt precies de discussie weg van die inhoudelijke keuzes. Dus ik denk dat hier Doen, hè. De eerste discussie die we gehad hebben bij het nieuwe instellingsplan, dat is, willen wij eindeloos blijven groeien? Ook daar heb je zelf een keuze in. Hè. Kijk, we hebben een aantal jaren dat spontaan laten gebeuren vanaf 2000. En we hebben nu gezegd, als je ziet dat de onderwijs- en onderzoeksfinanciering zo ver uit elkaar loopt, dan moeten wij niet eindeloos willen blijven groeien. Maar ja, we moeten die 600 miljoen wel over al die faculteiten verdelen. Dus er zal af en toe ook wel een keuze gemaakt moeten worden. Kijk, en het voorstel wat hier gedaan wordt, van we gaan alleen even vanuit de kinderwetenschappen kijken wat we nou belangrijk vinden, het gaan we financieren. En dan, zeggen we tegen de andere faculteiten, dan kijken we wel wat er voor jullie overblijft. Zo gaat het. Het is helemaal niet wat wij zeggen. Nou ja, dat moet ik toch een beetje aan het verhaal net. Ik maak het maar even wat scherper, hè. Maar als ik even het vindvraag kan houden, ik wil wat hier ook neerzet. Als bezuiniging, als noodzakelijkheid, is eigenlijk gewoon een goed verpakte bestuurlijke keuze is. Nee. Jullie hebben geprofiteerd van het allocatiemodel toen het studentenaantal en de studiepunten groeiden. Nu zitten jullie in een fase dat het afneemt. Bij andere faculteiten groeit het weer. En het zou unfair zijn als je dan de spelregels zou veranderen omdat het bij jullie omlaag gaat. We hebben gezegd, we gaan toch die discussie aan. Omdat we het gevoel hebben dat in een aantal faculteiten, met het afnemende geld dat wij van Den Haag krijgen, als je op de lange termijn een brede universiteit wil houden, je de discussie over wat je wel wilt en wat je niet wilt, met elkaar moet voeren. We beginnen daar in de faculteitsgroep en we zullen met alle decanen de plannen van de verschillende faculteiten naast elkaar houden, om te kijken of dat leidt tot een nieuw allocatiemodel naar de toekomst. Ik denk dat de afweging van wat voor de ene opleiding goed is binnen jullie faculteit, maar moeilijk voor de andere opleiding, op precies dezelfde manier tussen faculteiten gaat leiden. En ook misschien wel op diezelfde manier tussen universiteiten binnen Nederland. Maar dat gebeurt toch niet? Universiteiten concurreren toch ook met elkaar nu om een studentenaantal? Die stoppen toch allemaal geld in dure reclamecampagnes om, maar zoveel mogelijk studenten... Wij hebben met het instellingsplan afgesproken dat wij jullie willen groeien. Dus
Dus wij zitten helemaal niet... Maar waar, wat deden al die posters in de stad dan met We Are Europe? Voordat we over reclame gaan hebben, we hebben nog een paar minuten en ik heb in ieder geval twee dringende sprekers nog. Dat zijn Tivadar en Frank. En Ruud. Nou, dat is eigenlijk dan mag jij in plaats van Tivadar. Ja, ik wil heel even de illusie verdedigen dat er een verschil is tussen het effect dat rendementseisen hebben aan een faculteit van geesteswetenschap en aan andere faculteiten. Want dit is een fundamenteel probleem voor elke vorm van onderwijs. Want wat je gaat doen, is je gaat mensen belonen door het uitkeren van een papiertje van een diploma. Je maakt van de universiteit een diploma-fabriek die alleen maar geld probeert na te jagen in de interne economie. Net zoals dat de universiteiten dat doen van de economie die de overheid ons biedt. En dat is precies waar onderwijs niet om gaat. Onderwijs gaat om dingen leren, ook al of je een vak haalt of niet. Dat betekent niet dat je dingen hebt geleerd. En dat zie je ook. Ik ben hier inmiddels iets te lang volgens en ik heb het omlaag zien gaan. Je ziet het niveau omlaag gaan en wat er steeds meer komt, is meer opdrachten, kleine opdrachten, minder inhoud van de opdrachten. En dat is wat er fout is aan het rendementsysteem. Kijk, ik ga ervan uit dat een student op een serieuze manier voor een opleiding kiest en niet wel gaan. Ik ga het diploma toch gewoon even noemen. En ik ben het met je eens dat je niet alleen maar moet nazitten jagen dat je zoveel mogelijk diploma's uitgeeft. Dat moet op basis van kwalitatief goede opleiding. En dan moeten we naar blijven kijken. En maar dat principe, dat mag toch wel gelden. Dat je zegt van je wil een serieuze opleiding doen, je wil je diploma gaan, maar wat dan ga je straks voor je verdere loopbaan mee doen. En onze opdracht is om ervoor te zorgen dat je een kwalitatief goede opleiding blijft houden. En als je het bij mij gaat over rendement denken, dan zeg ik altijd, dan moet je niet alleen van de student vragen of het werk, maar er ligt er ook een opdracht bij ons. Namelijk dat wij studeerbare curricula aanbieden. En daar heb ik naar gekeken. En daar viel nog wel tegenover te verbeteren aan de UvA. En ja, daar zijn we allemaal nog niet mee klaar. En dan is er een derde component, dat is de kwaliteit van de docenten. Kijk, al die docenten die worden nu ook geschoold. Dus we werken op drie fronten. Wij proberen de curricula studeerbaar te maken. We werken aan de kwaliteit van docenten. En ja, dan vragen we ook dat studenten zich inspannen om dat diploma te halen. Want uiteindelijk toch, hè, of we nou leuk vinden of niet, uiteindelijk gaat het daarom. En dat we dat nog allemaal misschien niet perfect ingeregeld hebben. Ik ben de laatste om te zeggen dat daar nog geen dingen te verbeteren vallen. Maar ik denk dat we wel op alle fronten werken om dat beter te maken en laten we met elkaar in discussie aangaan. He, als je zegt van het kan her en der, kan het nog verbeterd worden, want daar staan we echt wel voor open. Sorry, we hebben nog maar 30 seconden. En ik wil Frank het laatste woord geven. Ja, je hebt 30 seconden. Ja, ik heb drie punten heel kort. Ik denk dat de kritiek die hier naar voren is gebracht op de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, ik denk dat die inderdaad veel breder zijn dan alleen in de UvA. Ik denk inderdaad dat als je kijkt naar de financiering van de laatste 20, 30 jaar, dat je een aantal van de tendensen die jullie schetsen, zie je zeker terug. En het manifest van 7 organisaties vorige week komt ook niet uit de lucht vallen. Alleen dat lossen we niet met ons concrete probleem, lossen we op. Dat is één. Twee is, ik denk dat we in. Als tegenwicht tegen die ontwikkelingen van die ontwikkelingen in het hoger onderwijs, die enorme druk en ook de excessen daarin, dat we misschien als universiteit niet alleen hier, maar overal te weinig gezocht hebben naar alternatieven en naar manieren waarop we een deel van onze academische vrijheid, waar Dim het vorige week over had, om die te bewaren. Dat is het tweede punt. Dus we hebben ook op dat punt nog een heleboel te doen, ook binnen de smalle marge die we nu hebben. En de derde, en dat wil ik toch nog benadrukken, de UvA heeft keuzes gemaakt voor opleidingen en voor het behoud of voor die brede faculteit. Want wij krijgen relatief meer geld als faculteit binnen het verdelingsmodel van de UvA. En ik hoop dat dat zo blijft. En dan zal het al tot het uiterste verklokken dat het zo blijft. Maar in het huidige bekostigingsmodel krijgen de FMG en de FGW meer geld vanuit de overweging dat wij veel kleinere opleidingen hebben.
zijn wij beter af dan onze collega's in Utrecht, in Groningen, in Nijmegen. De UvA heeft tot nu toe voor de geesteswetenschappen een beleid wat voor ons niet slecht is. En sterker, ik vrees dat het minder wordt, maar ik ga daar voorleggen dat dat niet gebeurt. En ik hoop dat jullie stemmen daar. Ik wil daar heel graag als we het hebben over zorg dat het niet minder wordt, want het is een paar keer aan Den Haag gerefereerd. En ik hoor steeds het verhaal van, ja, we krijgen nou eenmaal zoveel geld, maar dan wil ik ook aan het college vragen van, zijn jullie dan ook bereid om dat verzet ook naar Den Haag te gaan voeren? Bravo! Ik kan je melden, dat doen we met de universiteiten al een aantal jaren. Dat is waarom we ook aan tafel zitten met de minister, om te kijken dat het geld wat zo meteen uit de studiefinanciering vrijvalt, wel terugkomt in het hoger onderwijs. Want anders verdwijnt dat ook niet. Dus ja, daar staan we aan dezelfde kant, daar gaan we samen. Maar daar staan we aan dezelfde kant, die ik, ja. Laten we met z'n allen doen dan. Laten we dan met u verloop, ons achteraan, naar Den Haag gaan we echt een signaal af. En het kan wel zijn dat u in een achterkamertje met Den Haag praat, maar wij hebben het idee dat er nu iets gebeurt. Wij zien alleen maar dat er bezuinigingen plaatsvinden voor onze faculteit. Ik hoor van Frank, oké, als wij die inhoudelijke keuze maken om een opleiding te handhaven, dan gaan we zorgen dat we dat gaan financieren. Ik hoor van Frank dat hij ervoor gaat vechten om dat mogelijk te maken. Ik hoop ook dat u meekrijgt in Den Haag dat we met z'n allen kunnen gaan doen. Dus laat u zien. Schrijf een brandbrief. Ga met onze zaken. Kom op. Ik wil graag daar een korte pauze. Dan weer de vraag laten met iedereen die aan de wil blijven. Hartelijk dank.